ben Wouter Bruins. Ik ben een journalist voor het nieuws van VTM. Mijn taak is eigenlijk om ervoor te zorgen dat al het nieuws dat zich in de provincie Antwerpen en ook in het Waasland afspeelt, dat ik daar een verslag van maak voor het nieuws. Ja, journalist is eigenlijk echt een drukke job. Het is geen 9-to-5 job. Je bent, vind ik, journalist van 's morgens vroeg tot 's avonds laat en zelfs als het moet, 's nachts. Dus dat wil zeggen dat wij nieuws maken van allerlei aard. Leuke dingen, zoals de Night of the Proms bijvoorbeeld, maar ook ongevallen of ernstige zaken, zoals onlangs nog die jongen die is neergestoken in Antwerpen. Dat heeft een aantal dagen het nieuws beheerst. Ook daar maken wij het verslag van. Evenementen als een Night of the Proms zijn voor ons eigenlijk wel heel boeiend en vooral fijn om te doen als journalist. Je komt dan in contact met wereldsterren vaak. Onlangs met de Night of the Proms hebben we Amy McDonald's mogen interviewen. En ja, daar ben ik als journalist ook wel een beetje nerveus, want dat is wel een idool. Journalist zijn is een heel leuke job. Je doet heel veel leuke items, maar er zijn heel veel negatieve kanten op. Maar dat is aan elke job zomaar één. Van de negatiefste kanten aan de journalistiek is wachten. Je moet heel vaak wachten op mensen die dat je wil interviewen. Je bent er altijd op tijd als journalist, want dat hoort zo. Maar degene die je moet interviewen, die nemen hun tijd. Of die nemen de tijd die ze nodig hebben. Ja, als we wachten op de mensen die we willen interviewen, of zelfs wachten op nieuws, dan moeten wij ons zien bezig te houden. Heel vaak zitten wij op onze gsm, op onze computer, mails te checken. We krijgen nog altijd ondertussen heel veel informatie die we moeten verwerken. Dus dat wachten gaat wel vooruit, maar op een moment stopt dat ook en dan slaat de verveling toe. Dan beginnen we grapjes te vertellen, te ijsberen of soms zelfs gewoon bellen om te kunnen bellen. Ja, elk evenement heeft zijn eigen regels waar wij ons als journalisten of als cameraploeg altijd aan moeten houden. Dus je krijgt, bij aanvang krijg je echt een papier waarop staat welke nummers, welke liedjes je mag filmen en welke ook absoluut niet. Je krijgt ook een aantal zones waar je mag filmen, waar de cameraman mag opgesteld staan om beeld te nemen. Dus we moeten ons daar ook heel strikt aan houden. Als journalist ben je op pad altijd met een heel team. Een cameraman, vaak ook een klankman, en dat moet gewoon klikken. Als het niet klikt, dan loopt het werk stroef en je moet eigenlijk heel lang een hele dag met elkaar samenwerken. Dat begint bij het maken van de beelden en vaak ook nog tot het einde, dus tot bij de montage. En als het wat wringt, dan loopt het gewoon niet vlot en dan voel je dat ook in het verslag dat je brengt, dat het niet helemaal is wat je gehoopt had of wat je wil maken. Meestal lukt dat samenwerken met die ploeg lukt dat wel goed. We kennen ook de meeste medewerkers die voor onze nieuwsdienst werken. Het zijn ook heel vaak dezelfde. Nu, karakters komen niet altijd overeen, maar je moet dan professioneel zijn. Zowel de cameramensen, de klankmensen als wij als journalisten moeten professioneel zijn. Ik denk dat elke journalist één drijfveer heeft en dat is nieuwsgierigheid. Ik denk dat elke journalist nieuwsgierig is en dat hij op basis daarvan zoveel mogelijk informatie probeert te krijgen. En ja, dat is gewoon puur journalistiek, die informatie verwerken. Maar elke journalist heeft ook nog een aantal dromen of idealen. En ooit in mijn journalistieke carrière wil ik ze nog wel eens naar het buitenland gaan om daar te overleven en tegelijk ook nog eens een verslag maken, zoals onlangs de collega's in de Filipijnen gedaan hebben. Dat is wel heel erg om mee te maken, maar journalistiek is dat wel sterk. En daar kan je echt een verhaal maken, daar kan je aan de buitenwereld vertellen welke ellende zich daar afspeelt.